Je bent 17 jaar en besluit om mee te doen met The Voice of Holland. Dat kan dan verschillende kanten opgaan, maar dat Anouk binnen 3 seconden besluit om voor je om te draaien overtreffen waarschijnlijk Sophia's stoutste dromen. Toch gebeurde het. De strengste coach van Tom Hanouk nam direct haar besluit en overspoelde de auditant met veel complimenten. De andere coaches lieten het hier niet bij zitten en voordat ze het wist had Sophia alle 4 de coaches voor het uitkiezen. Ali en Wal ontboden zelfs geld als ze zich bij een van de 2 zou aansluiten. Sophia en Vincent, zoals ze haar gitaar heeft genoemd, zongen het nummer Vincent van Don Kleean en kreeg na het zingen misschien wel het allergrootste compliment. Belachelijk goed, prees Anouk haar de hemel in. Ook Lil Kleine had even moeite met het vinden van woorden. Ik kreeg helemaal over mijn rug en alles, over mijn benen, kippenvel. Ik denk echt dat we naar de finalist van The Voice zitten te kijken. Voordat Sophia haar keuze mocht maken kreeg ze de kans om een 2e liedje te zingen. Ditmaal mocht ze een zelfgeschreven lied ten gehoor brengen. Jij bent niet van deze planeet joh, weet Ali B uit te brengen om vervolgens zijn portemonnee te trekken. 20.000 euro geef ik je nu. Wal besloot om hierboven te gaan zitten en riep 30.000. Toch leek Sophia haar keuze al te hebben gemaakt en koos voor niemand minder dan Anouk. Kijkers raken niet uitgepraat over deze waanzinnige auditie en weten het zeker, dit is de winnaar van The Voice. Dit seizoen van The Voice of Holland kende voor de start flink wat ophef. Er was namelijk flinke ruzie tussen Lil Kleine en Anouk, hieronder zie je er alles over.